Ronkende motoren en spectaculaire vliegdemonstraties voor de 5000 bezoekers van de airshow Ursel Avia. Op het programma staan enkele klassiekers, zoals de NH90 reddingshelikopter uit Kokzijde, die hier een search and rescue demonstratie geeft. Uniek voor deze editie is het thema The Golden Years of Aviation. De organisatie is erin geslaagd om vliegtuigen naar Ursel te krijgen uit ver vervlogen tijden. Vooral de jaren 45, 50, 55, hè? Dus de naoorlogse tijd, waar dat er eigenlijk nog heel veel recuperatiemateriaal van de oorlog was, waar dat er eigenlijk nog heel veel ook te vinden was overal. Dat is natuurlijk allemaal verdwenen. Het zijn eigenlijk allemaal de oude stukken die we nog kunnen vinden hebben bij verenigingen en mensen die over oude voertuigen en oude kostumes beschikken, dat we eigenlijk dat soort reconstructie kunnen doen hebben van die thema's. Het uitgebreide programma met maar liefst 60 vliegtuigen en helikopters valt bij de bezoekers in de smaak. Al blijken de meesten toch een favoriet te hebben. Ursel is zoals alle jaren opnieuw geweldig de moeite. Zeker dit jaar is het een extra speciale editie voor mij. Waarom? Dit jaar is de gele Sea King opnieuw naar België gekomen. Vroeger hadden wij de groene Sea Kings. Die zijn net nog niet klaar dit jaar, maar de gele is in de plaats gekomen vanuit Engeland. En dat is voor mij natuurlijk de blikvanger van het jaar. Super. Super. Echt, voor zo'n kleine luchthaven te zijn, staan er immens veel verschillende toestellen. En mijn favoriet is terug bij de Spitfire. Qua geluid en qua vorm en echt super. Prachtig. Het leukste vind ik de Sea King daar. Waarom? Omdat mijn vriend daar al een keer ingevlogen heeft en ik heb al heel veel filmpjes daarvan gezien en dat is nu ook mijn lievelingshelikopter. De Sea King is populair. Deze iconische reddingshelikopter ken je misschien van de televisiereeks Windkracht 10. 3 jaar geleden werden de toestellen uit de vloot van de Belgische luchtmacht gehaald om ze te vervangen door de NH90's. De Sea King van deze editie was een Brits toestel, maar ook de Belgische helikopter zal binnenkort opnieuw te bewonderen zijn. Ja, inderdaad. Dit toestel is een extra Royal Air Force toestel, maar dat wordt begeerd en door dezelfde eigenaar die in feite de 2 Belgische toestellen vorig jaar aangekocht heeft van de Belgische Defensie. Het is altijd ons doel geweest en ook onze beetje, we hebben de belofte gedaan dat we de Belgische toestellen terug in het Belgische luchtruim gingen krijgen. En we gaan ons ook aan die belofte houden en het plan is nog altijd om een Belgisch toestel terug in het Belgische luchtruim voor te stellen. Dus we hopen tegen het einde van de zomer toch nog onze belofte waar te maken en een toestel in België te vliegen.